Dit is geen geneesmiddel. Nochtans, het heeft alles weg van een geneesmiddel. Medische indicaties, hè, tegen diarree, tegen hoest, om te vermageren. Kijken we in de verpakking, dan zit er een bijsluiter bij. Dat is om in te nemen via de mond. En toch, geen geneesmiddel. Wel, medische hulpmiddelen. Want fabrikanten die houden van het statuut van medische hulpmiddelen, omdat ze in dat geval geen studies moeten doen die de werkzaamheid en de veiligheid van hun product aantonen. Dus, groot voordeel voor de fabrikant, voor u groot nadeel, want u heeft een product in de hand waarvan de werkzaamheid niet is bewezen. We gaan eens kijken naar enkele concrete voorbeelden, hè? Zoals Tassectan, bedoeld om diarree te behandelen. We gaan eens kijken wat de firma daarvan beweert. Laat diarree uw mooie momenten niet verstoren. Tassectan, de snelle en natuurlijke oplossing voor het hele gezin en klinisch bewezen bij diarree. Tassectan en je herleeft. Volgens de fabrikant klinisch bewezen, wij hebben onze twijfels. Zo'n klein capsuletje, 500 milligram, zou de hele dunne darm 6 meter lang bedekken. We vroegen ook verschillende studies op aan de fabrikant, maar die waren eigenlijk van slechte kwaliteit en konden niet op een degelijke manier de werkzaamheid aantonen. Onze conclusie, werkzaamheid niet bewezen. Nu, een ander middel, XLS Medical Koolhydratenbinder. Volgens de verpakking, doeltreffend middel om te vermageren. Ook hier, we gaan eens kijken, wat beweert de fabrikant? Volgens de fabrikant, veel voordelen, klinisch getest ook. Dat staat ook op de verpakking. Nu, enkele jaren geleden evalueerde het voedselagentschap het bestanddeel dat in dit middel zit, XLS Medical Koolhydratenbinder. De conclusie van het agentschap was, de werkzaamheid van dit product om te vermageren is niet bewezen. Dus wat deed de fabrikant dan maar? Het bracht zijn product op de markt als een medisch hulpmiddel. Want voor medische hulpmiddelen zijn er weinig tot geen regels om reclame te maken. En dan kunnen zo'n beweringen, die niet wetenschappelijk bewezen zijn, wel. Waarschijnlijk bent u nu redelijk gechoqueerd door al deze producten die allerhande claims en beweringen maken die helemaal niet bewezen zijn. Wij analyseerden meer dan 30 producten waarvan u onze conclusies kan lezen op onze website.